Heel veel staat er leeg, ja. Staat echt heel veel leeg. Wat denkt u dan als je langs die panden loopt? Nou, dat er toch genoeg mensen zijn die willen werken, dat die wel iets kunnen beginnen. Maar het wordt gewoon hun ook allemaal moeilijk gemaakt, hè, om iets te beginnen. Ja, het plein staat helemaal leeg, hè. Er is geen ene winkel in gebruik. Pas 2-3 jaar geleden nog de bovens geopend. Onze oude gouverneur. En het staat allemaal leeg. Geen winkelier of geen ondernemer die daar nog naartoe wil, want er is niet meer te betalen. Wat zou je denken dat een oplossing zou zijn voor de leegstand hier? Ja, dat is een goeie, hè. Dat is een hele goeie. De gemeente die moet opdracht geven om daar woningen van te maken. Mm. En dan dus het beste sociale woningen, dat iedereen kans maakt op een woning. En dat is dus de vraag. Wat moet er komen? We hebben aan de ene kant het Julianaplein, aan de andere kant de grote winkelstraat. De vraag is, hoe betrek je het meer met elkaar? Hoe zorg je ervoor dat er meer bedrijvigheid op het Julianaplein komt, waardoor dat ook weer de winkels hier in de winkelstraat versterkt? De gemeenteraad van Vaals heeft nu het college opgedragen om te gaan onderzoeken hoe door het gehele centrum van Vaals meer levendigheid en minder leegstand kan komen. Toch zijn niet alle winkeliers even negatief over de hoeveelheid leegstaande panden in het centrum. Nou ja, wat is leegstand? Dit stuk waar wij hier natuurlijk zitten is redelijk bezet. Hier zijn aan de overkant zijn natuurlijk 2 zaken of 3 zaken die zijn natuurlijk leegstand. Maar ik dacht zelf dat de Maastrichterlaan eigenlijk wel toch wel redelijk goed bezet is. Maar volgens de klanten op straat is er meer aan de hand in Vaals. Nou, alles met papier dichtgeplakt, het ziet er gewoon niet uit. Ziet er, je hoort toeristen ook zeggen, wat een raar dorp is dat hier. Het is hier smerig, alles is leeg, dus het klopt gewoon niet. Dat is natuurlijk niet wat je wil als ondernemer ook. Absoluut niet. Maar dat geldt voor meerdere plekken in Vaals natuurlijk. De raad heeft maandag gestemd voor een voorstel die het college opdraagt met een plan te komen om leegstand tegen te gaan. Dit plan moet voor de zomer klaar zijn.